Ah, daar, kijk. Afkomstig van schepen. Op het eerste gezicht word je betoverd door de parel van de Noordzee. Maar het is niet alleen feest aan zee. Marijn Tinga is een strijder tegen de plastic vervuiling. Tegen de wegwerp petfles. En dit is Cor. Hij duikt al 50 jaar in de Noordzee. Hoi Cor. En als je vroeger op een wrak duik, dan zag je eigenlijk het wrak niet. Maar dan zag je duizenden en duizenden vissen. En die plastic vervuiling, zie je dat ook op de bodem? Zakken, plastic zakken, dus lege zakken. Ja. Ja? Die zijn er langzaam en die haken ergens achter zo'n wrak. En dat blijft dan gewoon jarenlang blijft dat zitten. En er zijn ook heel veel dingen die gooien. Dan zitten ze te vissen, die kleine bootjes ook. Dan zitten ze te vissen. Nou, dan gooien ze de blikje overboord. Ja. Ja? En de flesjes overboord. En die flessen vind je er op dat wrak. Het grootste hoeveelheid van plastic in zee komt van land. Hè? Dus driekwart van wat we op zee vinden komt van land. En een groot deel wordt ook getransporteerd juist door de rivieren. Juist vanuit de binnenlanden stroomt dat via de Rijn de zee op. In het museum in Den Haag is nu een tentoonstelling te zien die heet One Planet. Over de huidige toestand van de aarde. En daar ligt een navrant object. Afkomstig uit zee. Dit is een nieuw voorwerp, wat sinds een paar jaar te zien is in het museum. En het is eigenlijk een nieuwe steensoort. En wat bijzonder aan die steensoort is dat die niet uit de aarde komt, maar slechts gedeeltelijk uit de aarde komt. Want het is een combinatie van lava, wat op Hawaii in zee stroomt, en allerlei plastic soep die daar in zee drijft. En die plastic soep is eigenlijk door de mensen veroorzaakt. Dus het is een mooi icoon, een mooi symbool van de invloed van de mens op de oceanen. Zoals straks, als over 100.000 jaar we terugkijken op deze periode, kunnen we dat terugvinden door deze laag. Ja, eigenlijk wel. Ja. Deze aardlaag, dan weten ze dat was het moment dat plastic geïntroduceerd werd. Ja, en dat de invloed van de mens op de aarde heel groot begon te worden. Hè? Klimaatverandering, ja. Maar ook de vervuiling van de oceanen, waar jij natuurlijk heel erg mee bezig bent. Daarvan is dit eigenlijk het symbool. Ja. Dus het is een mooi, het is bijna poëtisch, maar het is ook een heel cynisch brandbeeld. Ja, het is een heel cynisch beeld natuurlijk. Ja. Dit is waar ze ons over 100.000 jaar aan gaan herkennen, deze periode. Dat is dit. Waar het mij om gaat, al mijn energie is gericht op preventie. Voorkomen dat dat plastic afval in zee terechtkomt. En ik geloof heel erg dat producenten daar veel meer aan zouden kunnen doen. En een van mijn acties is om staatsgeld uitgebreid te krijgen. En het is wat dat betreft heel erg zonde dat de politieke CDA en VVD dit op dit moment zo enorm tegenhouden. Want juist met die plastic flesjes, uitbreiding naar staatsgeld op die kleine petflesjes, voorkomen we 75 miljoen van dat soort flesjes die in ons milieu terechtkomen. Per jaar, hè? 75 miljoen. En het enige wat daarvoor nodig is, dat politieke wil om dat door te voeren. En er zijn allerlei landen die dat al hebben. Goede voorbeelden en toch lukt dat. Dat alleen al lukt in Nederland niet. De schoonheid van alles wat ik hier zie. Dus echt de intensiteit eigenlijk van alles, van al die objecten en van de diversiteit in de natuur, van de landschappen, van de cultuur. Dat raakt me. Ik denk dat het heel mooi gedaan is hier, dat je dat echt voelt, hoe mooi eigenlijk alles is. Dat versterkt alleen maar dat we echt met zorg met die aarde om moeten gaan. Herinnerd worden als de plastic mens, dat willen we natuurlijk niet. Daarom is er elke dag, als je wakker wordt, weer een keuze.